Belastingaanslag, heb ik die hier ook? Nee, die is voor Henk. Oh, ik dacht er van niets horen zo. Ik doe nu nog net dat ik van niets iets begrijp. Dan krijg ik het nog een paar keer uitgelegd en enige herhaling kan geen kwaad. Jeroen, dat is de persvoorlichter. En mijn, nou bij mag ik zeggen, mijn persoonlijk begeleider min of meer, hè, op dit wankelend terrein. Van communicatie. Ik hang helemaal een touwtje bij Jeroen. Geen computer? Jawel, daar. Maar daar zit u niet zo graag achter, of? Nee. U bent afhankelijk van dit team hier? Volledig. Deze twee krijgen jullie. Nee, ik dacht dat we er meer hadden. Meer? Ja. Hadden we Jeroen er maar even meegenomen. Er is hier ook niemand. Het is een beetje gek dat ik aan GroenLinks moet vragen waar ik terecht kom natuurlijk. Ze krijgen straks hier een soort antieke kamers voor het, bij het Forum van de Democratie. Met een vleugel erbij hebben we ook. Ja, die krijgen we ook nog. Wat vindt u daar nou van? Ja, nou, wat vind ik daarvan? Ja. Als Thierry zich daar wel bij voelt en het ontspant hem. Dan komt dat onze politieke presentatie alleen maar ten goede. Als die zich goed voelt, dan wordt hij zeer vurig van. Dus dat kan geen kwaad. Dan laat hij af en toe wat stoom afblazen op de piano. Ik vind het prima. Ja, een sigaretje roken. Ja. Goedemorgen. Rookt u ook? Rookt u ook? Nou, alleen bij gelegenheden met alcohol. Dit is er zo even. Nee, ik pas hem even. Nou ja, dan heb je toch weer. Dan moet je natuurlijk als aankomend politicus ook doseren. Hè? Je moet niet aan de havenklap hier buiten staan. Want dan denkt het publiek, wat doet die kerel eigenlijk? Van nuttigs. Ja? Heeft u druk? Dan heb je het publiek. Hartstikke druk. Heeft u wat vrienden, collega's gemaakt eigenlijk? Vrienden? Ja. Nee, nog niet. Ik ben een allemansvriend nu. Als politicus moet iedereen welwillend, goed gemutst. Zo kennen we u toch niet? Nou, ik mezelf wel. Ik zoek altijd de vrolijke noot. Ik was gewoon toe aan een nieuwe uitdaging. Ik kon wat eigen dunk gebruiken. Vorig jaar is mijn vrouw overleden. Zij was van bijzondere allure en schoonheid en haar aanwezigheid straalde ook op mij af. En als dat wegvalt, dan voel je jezelf een beetje sneuwe weduwnaar. En dat is iets wat ik niet kan verdragen, sneuigheid. Dus je eigen dunk. Die moest dan weer eens een boost hebben, dacht ik. Dat kwam net toen ik hier langs kwam. Maar zij heeft nooit geweten dat ik me actief met hem bezig zou houden en een politieke keuze zou maken. Hebben jullie het daar nooit over gehad vroeger? Nee. Ja, ik ben wel eens kennismakingsbezoek heb ik gehad bij meneer Wilders. En toen kwam ik ook in dit gebouw. En toen zag ik zijn entourage. En toen was ik blij dat ik weer op het plein de frisse lucht tegemoet kon treden. Ik denk, daar wil ik niet wezen. Zo opgesloten. Is het niet heel anders. Toen ik medewerker was van Geert Wilders, je denkt mee. Je houdt het nieuws in de gaten, je kijkt, moeten we hier wat mee? Je bereidt eigenlijk alles voor. Dus je kijkt zo erg mee over de schouder van jouw Kamerlid. Maar dan is het grote verschil dus uiteindelijk van het werk wat hij toen deed en nu deed, is van, ja, wat gaat u er zelf mee doen? Ja, in naam. Dat je iets meer, dat je
eindbesluit maakt van nou, we gaan het zo doen, we gaan het zo zeggen. Natuurlijk heb je wel de fractie. Maar ja, inderdaad, er is niet onwijs veel verschil, behalve dat je daar nu zelf staat en zelf die verantwoordelijkheid hebt. Ik ben ook echt opgeleid door Geert Wilders en dat is best heel bijzonder. En het was een ontzettend leuke tijd. Ook een strenge leerschool, dat absoluut. Het is de PVV, dus je komt hier niet zomaar werken voor een baantje. Het is echt omdat je zelf iets wil en allemaal hetzelfde doel voor ogen hebt. Dus ja, ik voelde me als medewerker ook al zeer verantwoordelijk voor wat ik daar... Kijk, en als er iets was waar... Iets wat je niet, misschien niet helemaal dichtgetimmerd had qua interrupties. En ja, daar kon ik dan ook echt wel mee zitten. Van hadden we moeten zien. Het was een soort familie. Het was ook wij tegen de rest. Zeker in het begin. En andere partijen moesten ook echt wennen aan de toon. En aan ja, de klare taal. Dat kon je heel goed merken. Natuurlijk niet ontbreken. Nee, lijkt me ook niet. Nou, succes daarmee. Okay. Waarom dacht u van, daar wil ik bij zijn? Dat kwam een beetje voort uit 11 september. Daarna de moord op Pim Fortuyn. En ik weet nog, toevallig was ik 10 dagen geleden bij de herdenking. En toen dacht ik nog eens terug aan die tijd. En ik weet dat ik toen ook langs die kist heb gelopen van Fortuyn. En al die mensen, zoveel mensen waren daar toen en de wanhoop. Kijk, ik weet het uit eigen ervaring, want ik ben jarenlang een boze burger geweest aan de zijlijn. En dat ik ook gewoon tegen mijn tv-scherm zat te schreeuwen van hoe kunnen jullie dit zo zeggen in de Tweede Kamer? Toen na de verkiezingen van 2006 dacht ik van nou, die hebben vast mensen nodig. Dus ik heb me aangemeld en ja, dan zit je ineens voor een sollicitatiegesprek met Geert Wilders voor je neus. En het klikte zo goed dat ik ben eigenlijk nooit meer weggegaan. Dat is nu ruim 10 jaar geleden. Hey. Ik kwam ook een beetje binnenvallen. Goed. Ze maakten een portretje over de Tweede Kamer en vroeger Eerste Kamer. Dus we kwamen even buurten. Ik had qua denkbeelden en zo, ik volgde natuurlijk op tv met debatten en ja, dan zegt hij precies wat ik dacht op dat moment, of hardop zei. En dus ja, die compatibiliteit was er en ook de stijl. Gewoon van, waarom zou je het omkleden in diplomatieke bewoordingen als je het ook gewoon duidelijk kan zeggen? Maar goed, democratie is natuurlijk altijd een hoop compromissen sluiten, beredderen. Ik bedoel, de perfecte samenleving bestaat niet, dat weet iedereen. Nee, dat klopt. Maar waar komt dan die wanhoop vandaan en ook die woede? Ik denk omdat mensen zich niet gehoord voelen en niet vertegenwoordigd voelen. Er zit iets van verzet in, hè? Absoluut. Ja, maar je kan moeilijk een PVV'er vinden die zich niet als vrijheidsstrijder voelt of zo, ja. Maar ja. Verzet tegen wat? Verzet tegen de gevestigde orde, de elites die hier al zoveel jaren de dienst uitmaken. Wat zeg je? Je mag in de lens kijken. Dat doe ik de hele tijd al. Trump of Merkel? Nou, ja. Trump. Eerste Kamer of liever Tweede Kamer? Tweede Kamer. Plenaire zaal of rechtszaal? Plenair. Klare taal of compromissen sluiten? Klare taal, altijd. Thierry Baudet of Pim Fortuyn? Thierry. Rutte of Buma? Ik hoor geen tegenstelling. Maastricht of Amsterdam? Maastricht. Een bakfiets of een linkse hobby? Bakfiets. De deken van de Orde van Advocaten of Kamervoorzitter Ariep? Ook Kamervoorzitter Ariep. Meer of minder? Meer. Wow.
was een gemene. Ja. Wat mijn ambitie is in de tussengelegen tijd, dat is een hele ijdele behoefte. Ik wil dat men mij dan herinnert als een fabuleus spreker. Ik zou graag willen dat anderen misschien denken van, goh, het lijkt wel alsof er een boze burger doorheen geglipt is. En wij willen natuurlijk een goede integratie. Wij willen een immigratiestop waar dat mogelijk is op gepaste wijze. En wat wij willen wij al niet. Laat ons dan maar de impopulaire zijn die iets roepen. En ja, als andere partijen dan in stilte hetzelfde uitvoeren, maar dan niet de credits aan ons geven, so be it, weet je, graag zelfs. Toch nog benieuwd, wat drijft u nu om dit te doen nu? Nou, dat is natuurlijk pure zelfbevrediging. Dat heb ik in de advocatuur ook altijd gehad en dat heb ik geleerd, dat is de beste drive. Als je met jezelf de deur uitgaat vanuit het gevoel, dat heb ik mooi gedaan, dan heb je de belangen die je verdedigt ook het beste gediend. Mensen zijn het gewoon grotendeels met ons eens. En als dat een keertje door gaat dringen, ja, dan gaan we met Nederland de goede kant op.